Maar ik vertrek naar Brugge. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we donderdag. Ik heb eigenlijk verrassend goed geslapen, alhoewel ik niet zo heel vroeg ben gaan slapen. Oh, deze vind ik leuk. Ja, deze vind ik leuk, echt leuk. Normaal zit ik in deze auto om jullie te vertellen dat ik vertrek naar mijn werk. Maar nu vertrek ik niet naar mijn werk, wel voor het werk. Maar ik vertrek naar Brugge. Naar het provinciedomein Boeverbos. Om daar een interview te doen voor Westside. Dat zal de onsportieve mensen nodig. En mijn video die gisteren online is gekomen over het vermaringsproces is redelijk goed ontvangen. Dus daar ben ik nu wel blij van. Natuurlijk heb ik het adres van het Boeverbos, maar dat is de Koning Leopold Laan en ik weet niet hoe ik dat moet ingeven. Dus. Koning Leopold Brugge. Yes. Ik heb de drie niet moeten intypen. 150. Verkeerde nummer. Opnieuw. Koning. Tot straks. Nu ga ik daar zijn. Zeg het een keer, meneertje. De GPS? Oké. Die weet het nog niet, dus we gaan vertrekken. Ja, dat ik nu mijn GoPro nog niet heb gefixt, want anders kon ik hem hier in mijn auto zetten. Terwijl ik een grote carpool karaoke deed. We gaan het onder doen. Ik kom 9:30 toe volgens mijn GPS, dat is goed. Moet ik me daar om 10:00 zijn. Het is nu 9:40 en ik ben een klein beetje te vroeg, maar beter te vroeg dan te laat, denk ik dan. Aangezien dat ja wel een eindje rijden was naar Brugge en er konden verschillende dingen gebeuren onderweg. Maar we zijn dus op tijd, dus dat is goed. Ik kom hier trouwens een interview doen. Ik ga hier even nog mijn kilometers fotograferen. Nou, weet ik dat. Ik mag dat niet geven. Dat is nu eigenlijk ook wel stom om 20 minuten te vroeg aan te komen. Ik durfde nog niet naar binnen te gaan. Dat is ook wel, ja, heel vroeg. Ach ja. Ik ga misschien nog een paar minuutjes blijven zitten. Ik ben even naar de BioVita geweest, want dat was een open deurdag van. En ze hebben nu ook een verpakkingsvrij gedeelte. Dus ik dacht, we gaan eens verpakkingsvrij gaan winkelen. Ik toon jullie vanavond wel wat ik heb gekocht. Maar nu heb ik nog maar 1:30 ongeveer om in de Palingbeek te raken. Dus ik denk dat ik ga vertrekken. Het is nu 10:50 en ik denk dat er weer een regenbui aankomt, want het licht kijkt super donker.
ik kom werken, maar ik denk voordat ik begin te werken, dat ik eerst wat ga eten, want ik heb nog niet gegeten. Maar de rit ging vlot naar Brugge en terug. En het was een goed interview, dus ik ben benieuwd hoe dat het eruit zal komen te zien. Kijk gewoon hoe donker het is buiten. Vandaag ben ik naar de verpakkingsvrije winkel geweest en ik heb een bokaal pistachenoten, een bokaal bruine rijst, maar het is een speciale bruine rijst, een bokaal pijnboompitten en een bokaal tarwepasta. Ook heb ik speldlasagne gekocht, twee pakjes. En ik heb gratis samples gekregen van deze spinazie, spirulini protein rauw poeder, maar dat is niks voor mij. Sojasaus, nog meer sojasaus. En een testertje van de Weleda Wild Rose Pampering Body Oil. Straks komt er iemand achter deze plantjes, want we hebben deze verkocht. Ik heb daar straks het slechte nieuws gehoord van mijn mama. Maar mijn pannenkoekplant was nog niet volledig gerecupereerd. En hij is vandaag weer van mijn vensterbank gedonderd. Omdat mijn ruit weer al is opengevlogen. En nu is iets minder mooi, want ik heb mijn plant nog maar net water gegeven. Dus er ligt modder in mijn kamer. Smakelijk. Kijk. Jakkies. We gaan deze plant, denk ik, een goede kuur moeten geven. Maar, savan nog. Ik had het eigenlijk erger verwacht. Doordat de aarde natter was, is zij dus er niet helemaal uitgevlogen. Dus. Oké. Let's fix this. Fix this. Hallo, een paar dagen geleden heb ik dit ding gekocht. Dit is een vel voor je voeten. Ik heb dat vandaag ook meteen uitgetest. Ik moet zeggen, mijn voeten zijn nu een stuk gladder hiermee. Ik link het even hier in de beschrijving. Ik heb het bij Bo gekocht. Dit werkt op batterijen. Je kan dan gewoon zo heen en weer gaan op je voeten als je het aanlegt. Werkt echt goed. Allee, ik heb nu één keer geprobeerd. Het werkte goed. Dus. Vanavond ga ik ook voor het eerst deze crème van Kleip aansmeren op mijn voetjes. Dit is de IAD crème. Calendula sinaasappel verzorgt en vermindert eelt effectief en langdurig. Trouwens nog even een kleine disclaimer. Ik heb al samengewerkt met Kleip, maar dit is de eerste keer dat ik een voetcrème test en ik heb deze helemaal zelf gekocht in Sluis zonder enige korting. Hij zou trouwens ook goed zijn tegen voetschimmel. Ideaal voor mij dus.